Een toepasselijke plek in de supermarkt. Daar organiseert Op Zomer Mee samen met Albert Heijn een brunch voor ouderen in de wijk. Je haalt ze wel uit hun isolement, hè? Dus je haalt ze toch even uit hun huisje, uit hun plek. En het is natuurlijk fijn dat we ze hier even deze brunch aan kunnen bieden. Het idee is dat we deze brunch in het kader van Lieve Leed en de samenwerking met Op Zomer Mee in 15 winkels gaan proberen. De uitnodigingen zijn verstuurd naar bewoners van de zogenoemde Lief- en Leedstraten. En die werden positief ontvangen. Nou, ik dacht, nou kan ik mijn buren een beetje blij maken. Naar buiten brengen, even met samen, weet je. Een beetje samen zijn. Er is heel veel eenzaamheid onder ouderen. 50% van de Rotterdammers zegt zich wel eens eenzaam te voelen. En ongeveer 1 op de 4 ouderen zegt niemand te hebben om op terug te kunnen vallen. Als het vraagstuk van eenzaamheid zo groot is in onze stad, dan hebben we gewoon iedereen nodig. En deze actie van Albert Heijn samen met Op Zomer Mee, ja, is een van die acties die we dan daarbij nodig hebben. En ik denk dat het een geweldig mooi initiatief is. Denkt u dat dit soort dingen helpen? Nee, u denkt van niet, mevrouw? Dus luister, ik woon in een flat. Ja. En op de galerij ben ik de enige Nederlander. Okay. Ja? En die hebben allemaal een eigen leven. Daarnaast mijn buurvrouw, die is al naar Turkije, gaat ze 6 maanden naartoe. En als ze dan terugkomt, dan verkocht in Holland. Nou, dan moet je gaan gebaren. Want ik heb ook een buurman, die praat heel slecht Nederland. Maar ja, hij let op ons en wij letten ook op hem. Het geeft wel een veilig gevoel. Dat hou ik zei. Nou, volgende keer, buurman, als ik ergens naartoe ga, geef ik je door. Dat geeft wel een veilig gevoel dat toch iemand op ons oplet. Onder het genot van verse jus en een croissantje leren de buurtgenoten elkaar in ieder geval steeds beter kennen. Want we zien elkaar alleen maar dag, hoe gaat het? En dan is het afgelopen. Maar dit zit je lekker te brunchen samen met iedereen. Je blakie, voor je kom.